Samen zijn we in Nederland. Een eenvoudige zin, maar toch zo ingewikkeld. Neem nou Geert Wilders, de man die niet bepaald blij is met de islam. De man die niet zo blij is met buitenlanders. Hij wil minder, minder, minder buitenlanders. De man die gehoord wordt door heel veel Nederlanders. En ook door mij. En ik, ik voel me gekwetst. En ik sta daar niet alleen in. Veel mensen in Nederland worden gekwetst vanwege hun huidskleur, geaardheid, achtergrond en of geloof. Dagelijks zie ik op social media nare kwetsende foto's die zogenaamd grappig zijn. Moslims zijn terroristen, Marokkanen zijn criminelen en homo's zijn vies. Vooroordelen zijn dit, vooroordelen die door sommigen worden beschouwd als waarheid. Ik had laatst ruzie met een vriend. Hij zei dat als ik, dat ik als, als Marokkaan nooit een goede baan zou krijgen, want Marokkanen kunnen geen deel uitmaken van een goed bedrijf. Ik zou nergens bij horen volgens hem, maar ik hoor er wel bij. Neem een voorbeeld aan mijn debatteam. Ik voel me daar gelijk. Ik zit niet in een volledig Nederlands team, ik zit in een multicultureel team. Een team dat de daadwerkelijke definitie van multicultureel uitdraagt. Nederland zou hier een voorbeeld aan moeten nemen. Het land dat zich multicultureel noemt, dwaalt langzaam af van de daadwerkelijke definitie van multicultureel. Als dit land zich multicultureel wil blijven noemen, moet het land gaan accepteren. Accepteren dat in elke cultuur rotte appels zitten, maar dat de welwillenden in de meerderheid zijn. Accepteren dat Nederland voor ons allemaal is. Nederland had na de Tweede Wereldoorlog hulp nodig van gastarbeiders uit allerlei andere landen. En mijn opa was één van hen. Hij heeft gewerkt in een fabriek. Hij werkte met allerlei mensen uit andere landen. Zijn Nederlandse collega's waren hem dankbaar. Hoezo is men dat nu niet meer? Hoezo mogen wij geen deel uitmaken van Nederland? Mijn opa heeft samen met... Anderen dit land opgebouwd toen het was verwoest. En nu vinden sommigen dat ik er niet bij hoor. Ik voel me soms als een vogeltje opgesloten in een kooi. Maar bij mijn debatteam word ik vrijgelaten. En kan ik mijn vleugels spreiden. Want het enige wat voor ons telt. is dat we kunnen debatteren met z'n allen. Elkaar met woorden bevechten. om elkaar daarna de hand te schudden. omdat we een stukje dichterbij elkaar zijn gekomen. Het enige wat voor mij telt. is dat we kunnen samenleven met z'n allen. En samen Nederland multicultureel kunnen houden. No matter je geaardheid, geloof, achtergrond en of huidskleur. We horen er allemaal bij en sluiten niemand buiten, want alleen samen zijn we Nederland.